afdeling ouderenwerk. Deze dag stonden het teken van demonstraties en informatie over diverse activiteiten voor senioren. Wat te denken van volksdansen, bridge, tai chi en een komische boer. Genoeg materiaal voor een verslag van deze dag. Ik sta hier voor de Bosboer in Winschoon. En hierbinnen is een open dag georganiseerd vanuit Stichting Welzijn Old Dance. En ik ga hem naar binnen om te kijken wat er allemaal te doen is. Nou, deze dag is georganiseerd door de activiteitencommissie. Dat is de commissie die, daar zitten vrijwilligers in. Die vrijwilligers regelen al die activiteiten. Dus klaverjassen, bingo, volksdansen, stijldansen, de zang. Nou, dat is, ik vergeet waarschijnlijk wel een paar. Maar die groep, die organiseert deze open dag. En is het ook bedoeld om nieuwe vrijwilligers te werven? Nou, het doel is tweeledig. Het is van om mensen te informeren dat al die activiteiten er zijn. En om nieuwe vrijwilligers te regelen, dat die erbij komen. Ben je een biljaan? Ik ben een biljaan, ja. Doe je dat vroeger? De club die het 2 miljoen in de week voor de leden. En de andere miljoen is vrij. Ik ken in principe elke andere biljarten hier. Dus. En doe je een beetje. Home, dus dat we dus deze dag alleen de biekring. Nou, we zitten hier voor de kegelclub. De kegelclub voor ouderen. Hè? Die is elke dinsdagmiddag in de Bospoort. En we kunnen eigenlijk wel wat leden erbij gebruiken. Dus vandaar. Wij maken wat reclame. Wij willen Brits een klein beetje activeren hier in Winschoten. Dus. Daar zijn we dus wat nieuwe mensen voor nodig. Daar zijn verschillende mensen die willen graag een beetje recreatief kaarten. Dat kan gelukkig heel mooi in de steun zijn van het boegbeeld. Dan adem je in bij je buik. En dan rol je wervel voor wervel omhoog. Boer Bakema Jansen, wanneer je nog smeur in de boin? Ja, en dat van 85 jaar hoor, hè? Had die vrouw ook dansles had? Ja, man, mijn vrouw die werd zwanger. En ze zei, wie moet traden? Ik zei, en nou moet je met dansen, hè? Nou, zei ze, wie gewoon met z'n allen nog dansles hou. Dus ik heb ook tango gehad. En ik heb ook disco gehad. En dus tussen de strooppakken heb ik het aan het oefenen geweest. Maar ik kwam even over het oefenen trainen, maar wil ik meer in het hooi dan aan dansen, hè? Want dan kunst u ook dansen. Ik kan ook dansen. Och, hartstikke mooi. De Grijze Muis is een groep ouderen die nadat ze een basiscursus computergebruik hadden gevolgd, zeiden en wat nu? Gevolg was, men wilde meer weten van nou, wat kan ik met die computer, op welke manier kan ik het doen en welke mogelijkheden biedt het mij? Die hebben toen de club opgericht, zoals men het dan noemt, en wij zijn dus continu bezig om de mensen te helpen. Bijvoorbeeld een blaadje van club maken, verenigingsblad. Wil er een foto inzetten, hoe los ik dat op? Hoe krijg ik dat op een nette manier in de computer opgezet? En zo wordt elke keer een onderwerp waar men problemen mee heeft, wat de mensen zelf aan moeten dragen, wordt uitgewerkt en dat krijgen ze dan op de ochtend te horen. En daarna kunnen ze uitgebreid vragen stellen over alle computerproblemen die ze hebben in de praktijk.
Kunnen wij uitleggen wat de telefoonketen inhoudt? Nou, de telefoonketen houdt in dat wij een cirkel hebben van bepaalde ketens. En de leidster die belt de eerste op. En dan wordt het de tweede belt de derde de vierde. En de laatste die belt dan weer de leidster op. En dan is de cirkel rond. Zich geeft dat wel een veilig gevoel voor de mens. Ja, dat geeft het ook. Want als je geen gehoor krijgt, dan gaan we ondernemen. Want we hebben van iedere persoon hebben wij een contactadres. En die bellen wij dan op. En de vraag of die naartoe gaat, die heeft ook de sleutel. En dan gaan ze naar dat huis toe. En mocht dat helemaal niet lukken, dan bellen wij de politie op, want wij mogen zelf er niet heen gaan. En dan gaat de politie ondernemen wat daar aan de hand is. Gebeurt dat af en toe wel? Ja, dat gebeurt wel. Dus, we hebben wel eens gehad dat iemand had een traplift. En toen bleef die lift halverwege steken. Dus dat was gelukkig niet zo ernstig. Maar we hebben ook wel gehad dat mensen vallen in de badkamer. En ja, dan moeten ze toch, dan ja, duurt het toch weer een dag voordat er opgenomen wordt. Zo dat de senioren, dat de afspraak, de overheid wil dat die mensen veel langer zelfstandig gaan wonen. En dat is feitelijk gezien de opzet, dat mensen sociale contacten kunnen onderhouden, dus hier kunnen komen. Maar dat ze ook langer in beweging blijven door onze doe-activiteiten, door onze beweegactiviteiten. We hebben yoga, tai chi. De kunstcursus bestaat uit een cursus die begint bij Egypte en we tippen alle facetten van kunst aan. Toneel en architectuur en schilder- en beeldhouwkunst. En het is niet een college, maar het is ook heel veel met allerlei opdrachten. Een heel gezellige cursus, want hij is al bezig op dinsdagmiddag en woensdagmiddag. Ik hou me op het ogenblik bezig met de geschiedenis van onze oosterburen. Dus de Duitse geschiedenis. En dat zijn ook allerlei facetten. Duitse literatuur, staatkundige geschiedenis. Maar ook Duitse specialiteiten op het gebied van eten en drinken. Al dat soort zaken.